Je hebt in je stuk ook wethouders of raadsleden geciteerd, zogenaamd. Ben je niet bang dat dit het niet goed gaat doen, maar juist dat je er last van gaat krijgen, dat ze je niet meer zo serieus nemen? Nou ja, dat kan. Dat zou ik jammer vinden. En ik ben ook graag bereid met iedereen persoonlijk in gesprek te gaan. Als ik iemand woorden in de mond heb gelegd waar zij echt niet achter staan, dan wil ik ook graag persoonlijk mijn excuses daarvoor aanbieden. Maar ik zag het ook een beetje als enige middel, omdat ik echt het gevoel heb dat met name ook de oprechte klachten vanuit de leerkrachten gewoon niet gehoord worden. De leerkrachten zelf zijn eerder deze week nog bezig geweest om hun eigen persoonlijke verhaal, waarom dit voor hun echt een probleem vormt, om daar een open brief over te schrijven. Aan alle raadsleden en alle andere belanghebbenden, met daarbij de uitnodiging van goh, kom alsjeblieft eens een dag met ons meekijken om te zien waar wij het over hebben en wat wij op een dag zoal doen met alle probleemkinderen die we tegenwoordig ook meer hebben dankzij de wet passend onderwijs. Dus gewoon op een hele open manier wilden zij daar de raadsleden voor uitnodigen. Toen heeft de gemeente lucht gekregen van dat er een van de protest zat aan te komen en is op toch wel op hoge poten is de overkoepelende scholenorganisatie gebeld met dat dit toch niet de bedoeling was en is zijn eigenlijk die leerkrachten monddood gemaakt. Dus dat is wel even de aanleiding dat we eigenlijk geen andere manier zagen om dit verhaal goed naar buiten te brengen. En ik heb daar persoonlijk voor gekozen om dat in deze vorm te doen. En ik wil ook even benadrukken dat dit echt gewoon mijn persoonlijk manier is geweest. Dus dit